Nou, het project heeft nogal wat teweeg gebracht. Allereerst in de ZWO-groep zelf natuurlijk. Enorm aantal veel enthousiaste ideeën die uitgewerkt moesten worden. En daar zijn we ook als een idioot mee aan de slag gegaan. We hebben geldopbrengende dingen georganiseerd, zoals een Sinterklaasmarkt. Een plantjesmarkt, waarbij mensen hun eigen gekweekte plantjes in de verkoop konden doen. En we hebben allerlei workshops door gemeenteleden laten organiseren, waar de mensen die dan deelnamen iets voor moesten betalen. En de opbrengst was dan voor Zambia. Bij ons 40-dagen project, dat doen we elk jaar doen we dat samen met de kindernevendienst en de ZWO. Dan hebben we dit hele jaar helemaal zelf gedaan en op maat gesneden naar Zambia. En we hebben vragen opgesteld. Elke zondag hadden we één speciale vraag die gekoppeld was aan de schriftlezing. En die hebben uitgewisseld. Een van de vragen was, hoe help je mensen in je omgeving die met de dood geconfronteerd worden? En het viel me bijvoorbeeld bij die vraag heel erg op dat als het gaat om naastenliefde, dat of de antwoorden nu uit Zambia kwamen of uit Vianen, dat je toch allemaal kinderen bent van dezelfde vader. In de vorm zit er een heel groot verschil in. Nou, als andere gemeenten ook met een interactief project aan de slag willen, dan zou ik zeggen, probeer met meerdere mensen te zijn, want je kunt niet met een klein groepje het enthousiasme vasthouden. En probeer in de gemeente zoveel mogelijk geledingen erbij te betrekken. Het geweldige van die interactieve projecten vind ik dat je mensen echt ontmoet. En als je dan hun levensverhaal hoort en wat ze allemaal niet bereiken met hoe weinig middelen. Nou, voor die mensen heb ik zoveel bewondering. Voor die mensen ga je gewoon.